Hartelijk welkom, een bijzonder en een heel warm welkom aan jullie, Badria, Jeanette, Nasmia, Derja, de ouder die anoniem wilde blijven in de documentaire, die is er vanavond ook. En die blijft ook anoniem. De maker van Alleen tegen de Staat, waar we net naar hebben gekeken, Stijn, hartelijk welkom. En natuurlijk ook hartelijk welkom aan de Tweede Kamerleden. Dank voor jullie komst. Misschien is het goed om even wel ook voor jullie het rijtje af te gaan. Bart Snels van GroenLinks, mevrouw Hermans van de VVD, mevrouw Ploemen, Partij van de Arbeid, mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren, mevrouw Simons bij 1, meneer Dassen van Volt. U moet me even helpen. Oh, sorry, ja, VVD. Dankjewel. Mevrouw Van Dijk, CDA en mevrouw Kat, D66. Meneer Mulder van de PVV. Nou, ik zie nog meer Kamerleden. Ik weet dat de heer Azarkan van Denk er ook is. Hi, Farid. En naast mij zijn ook Krenske Leijten en Maya Alkaya van de SP aanwezig. Oh ja, meneer Van Raan van de Partij voor de Dieren. Hartelijk welkom. Voor we van start gaan met de vragen die er zijn van de Kamerleden, zou ik eigenlijk bij jullie willen beginnen. Er is veel op jullie afgekomen. Alle shit die we in deze documentaire hebben gezien, maar ook denk ik wel sinds de documentaire is vertoond en daarna. Hoe is het nu voor jullie om hier te zitten en zo naar jezelf te kijken in deze setting? Ja, aan het knopje drukken en dan doet hij het. Yes. Apart. Ja, apart dat we hier weer moeten gaan zitten. Ik denk dat wij wel bekende gezichten zijn. Wij alle vier wel die hier zitten. En we zijn eigenlijk al 2 jaar keihard aan het strijden. En het houdt niet op. Hè? Wanneer houdt het nou een keer op dat we weer hier moeten zitten? Wat ik al zeg in de docu. Dit is ook weer een vernedering. Want ik moet weer mijn verhaal doen. Ik moet weer hier naartoe komen. Mijn dochter is jarig vandaag. Ik zit weer hier. Dus de Belastingdienst heeft nog steeds de leidraad in mijn leven. En het is goed dat wij die docu hebben gemaakt, denk ik. Maar het is wel voor mij, en ik denk ook voor deze moeders, een beetje het einde van het strijdlust wat er is. Ja. Hoe is het voor jou, Jeanette? Ik ben er gewoon klaar mee. Elke keer weer, inderdaad, wat Badria ook zegt, je verhaal doen. Gisteren weer 5 uur naar een debat gekeken waar echt helemaal niks uit is gekomen. Laat ons weer gewoon ons leven leiden. Want elke dag, wij staan hiermee op en gaan hiermee naar bed. Voor jullie is het misschien gewoon werk, hè? Voor ons niet, het is nog steeds ons leven. En wij willen ons leven terug. Nasmia, hoe is het met jouw leven? Nou, nu even chaotisch. Ik ben bezig met schade herstellen wat ik 10 jaar geleden in mijn huis niet heb kunnen verrichten. Door dit ellende natuurlijk. We zijn al 2 jaar bezig. Dit is de zoveelste keer dat ik in de Tweede Kamer ben. En nog steeds is er bijna niks opgelost. Gisteren heb ik een debat gezien van 5 uur waarvan ik dacht, 5 uur lang hou je ons eigenlijk een beetje aan het lijntje. Genoeg is genoeg. We hebben het gehad. Klaar. Ik heb het helemaal gehad. Ik wil ook gewoon een dag slapen zonder te denken, gaat er morgen wat gebeuren? Ik heb morgen weer een afspraak met mevrouw Van Huffelen. Ik wil mijn oude ik zijn. Ik wil mijn oude leven terug. En dat moet eigenlijk heel spoedig gebeuren. Het is een marteling. Afgelopen week ben ik gewoon door een paar mensen benaderd. Ze zeggen, we gaan je lichte toets krijgen. Ergens 7 oktober krijg je een bericht dat je door de lichte toets heen bent gegaan of niet. Mensen hebben nog niks gehoord. Niet eens een afwijzing, niet eens een toekenning. Stop ermee. Martel ons niet meer. We hebben het gehad. Derja, hoe is het voor jou om hier vanavond te zitten en nog een keer naar jezelf op een groot scherm te kijken? Heel erg confronterend en heel erg zwaar. Heel moeilijk. Ik haat het om naar mezelf te kijken. Op mijn allerslechtst. En op mijn allerzwakst. En
Ja, wat Nazmia ook zegt. Ik voel gewoon de woorden die zij gebruiken, die gaan recht door mijn hart. Wij zijn het unaniem eens allemaal, alle duizenden gedupeerden. Wij hebben allemaal deze gevoelens en wij zitten allemaal met dit verdriet en deze wanhoop en deze teleurstelling. En marteling kun je het eigenlijk ook wel noemen. En wat Nazmia zegt, we worden ontzettend veel, wij allemaal benaderd door andere gedupeerden. Wij helpen elkaar ook nog. Wij horen dagelijks de meest schrijnende verhalen. Wij maken geld over naar elkaar voor boodschappen. Wij kopen taarten op de verjaardag van iemands kind. Wij doen van alles wat eigenlijk... we doen het met liefde, maar ik weet niet of het hoort. Ik weet niet of het zo moet. En het is allemaal een extra belasting. We gaan ermee naar bed en we worden ermee wakker. Het is echt... Elke keer als er iets gebeurt, denk je, nou, nu kan ik niet meer. Ik ben kapot, klaar. Ik stop ermee. Ik wil niet meer strijden. Sluit mijn dossier maar. Maar toch... ga je verder. Nou, als ze ons nou die taak geven, denk ik dat wij het veel beter kunnen dan mevrouw Van Uffelen. Dus geef ons dan die taak. Laat ons het dan uitvoeren. Of laat het andere uitvoeren die het heel graag willen oplossen. Maar dit marteling moet eigenlijk heel snel opgelost worden. Stijn Bouma, ook welkom aan jou. De maker van de documentaire. Je hebt iets bijzonder ingrijpends gemaakt. Wat was voor jou de reden om dit te maken? Ik was eigenlijk gewoon heel erg boos. Ik kwam eigenlijk relatief laat in dit verhaal. Ik denk oktober, november vorig jaar. Dat ik me eindelijk een beetje begon te beseffen wat hier eigenlijk aan de hand was. En toen heb ik begin januari heb ik Derja opgezocht. En die heeft mij toen eigenlijk 5 uur lang allemaal verhalen verteld. Ja, ik sloeg daar gewoon stijl van achterover. Ik dacht, hoe is het mogelijk? En ik had ook het gevoel dat het nog niet was doorgedrongen in de samenleving. Dus vandaar eigenlijk kwam deze film voort. Dankjewel, fijn dat je er vanavond ook bij bent. Ik zou graag de aanwezige Kamerleden in de gelegenheid willen stellen om een vraag te stellen. Ik denk dat het makkelijkste is om gewoon hier te beginnen, bij Bart Snels van GroenLinks. Dankjewel, dank voor jullie komst. En het is nu de tweede keer dat ik kijk. Ook voor ons als Kamerleden lastig om mee om te gaan. Want Derja, jij vertelde de haat die in jou zit. En die voelen wij natuurlijk ook op ons afgestraald. Weet je, er zit ook bij ons onmacht om het goed op te lossen. Weet je, daar ging dat debat gisteravond over, 5 uur lang. Ik heb niet de indruk dat er ergens iemand... de Belastingdienst of hier aan tafel, niet zo snel mogelijk en zo goed mogelijk jullie zou willen helpen. Maar het is zo lastig om samen tot die oplossing te komen. En wat ik me iedere keer maar weer afvraag, is dat jullie aan de ene kant zeggen, we willen er van af zijn, en tegelijkertijd zeggen jullie ook, maar dit gaat nog lang duren, weet je, ook voor de kinderen. Dus waar stopt het dan voor jullie? Want jullie zeggen het eigenlijk allemaal, waar stopt het voor jullie? Maar wat betekent dat dan voor wat wij zouden moeten doen? De oplossing is heel makkelijk. Heel gemakkelijk. Hebben wij het al vaker over gehad. Een gedetineerde die onterecht vast heeft gezeten. Dat is €80 per dag. Daar zit alles in. En wij hebben het nog slechter gehad dan een gedetineerde die vast heeft gezeten. Want zoals jullie weten, ik heb heel lang voor justitie gewerkt. Ik weet precies hoe het gevangenis naartoe gaat. Je kan sporten, je kan naar de bieb, muziekles. Je hebt luchtmomenten, je krijgt lekker eten. Dat hadden wij allemaal niet. Dus ik vraag me heel erg af, waarom moet er zoveel geld gaan naar commissies, naar onderzoeken, naar ambtenaren, naar overheidsgebouwen die opgezet moeten worden. Werving en selectie voor nieuwe mensen voor de Belastingdienst. Waarom gaat dat geld gewoon niet naar ons?
Er is al een keer een schade-expert die dat heeft vastgezet voor een gedetineerde. Om te kijken wat voor schade dat opneemt. Dus waarom krijgen wij die afhandeling niet? Waarom moeten wij er weer achter komen dat de mevrouw Verhuffelen ook palmenmemo's loopt te vertragen? Snap je? Dus de oplossing is heel makkelijk. En voor mij is de oplossing gewoon voor de kerst nog, want dan ben ik alweer een jaar verder. Keer dat gewoon uit. En dan los ik mijn eigen problemen wel op. Want ik wil niks meer te maken hebben met instanties. En ik denk wij eigenlijk allemaal niet. Geef ons gewoon mijn geld. We zijn geen domme mensen. We zijn geen domme ouders. Geef ons geld en dan los ik het zelf op. Dat is voor mij de juiste afhandeling. En dat vraag ik eigenlijk ook aan jullie. Dien hem alsjeblieft in. En dan is het klaar. En ik denk ook dat de staat dan ook heel goed laat zien dat hij zijn boetekleed ook echt aantrekt. Want nu blijft het processen van de Belastingdienst, ministerie, proces Belastingdienst. Het blijft maar zo op elkaar overgaan. Terwijl de oplossing is niet moeilijk, jongens. Geef ons gewoon die schadevergoeding en het is klaar. En de mensen die daar niet mee eens zijn, die nog grotere schades hebben, laat die naar een commissie gaan. Want ik kan niet naar een commissie gaan, want ik ben een gedupeerde die al die jaren ervoor heeft gezorgd dat ik mijn schulden ging afbetalen. Ik ben niet stil gaan zitten. Ik ben geld gaan maken. En ik heb mijn schulden afbetaald. En nu krijg ik van mevrouw Verhuffelen te horen dat ik bij de notaris moest vaststellen als ik bij iemand geld had geleend, dus dat ga ik niet meer terugkrijgen. Mijn schulden heb ik afgekocht. Dat ga ik niet meer terugkrijgen. Maar mensen die er nu in zitten, gaan het wel terugkrijgen. Nee, geef ons gewoon die schadevergoeding. Klaar. Mevrouw Hermans. Ja, dankjewel. Te denken, wat zou ik jullie willen vragen? Nou, misschien eerst wat zeggen dat ik het heel bijzonder vind om het verhaal zo op televisie te zien. Maar jullie ook hier tegenover, want dat geeft nog een extra, komt het nog extra binnen. En elke vraag die ik nu stel doet geen recht aan de verhalen die jullie verteld hebben, die hier in een, wat was het, 55 minuten, een uur zijn samengevat. Maar wat mij, jij gebruikt heel vaak het woord vernedering, eenzaamheid, schuldgevoel. En precies wat Bart ook zei, eigenlijk wil je er klaar mee zijn. En toch zijn jullie hier vanavond ook weer allemaal. En ik heel erg, waar haal je de kracht of de energie vandaan om hier toch vanavond ook op de verjaardag van je dochter, om hier te zijn en het verhaal te vertellen? Dat is eigenlijk de vraag die door mijn hoofd spookt. Jeanette? Nou, de kracht halen we denk ik allemaal ook uit onze kinderen. Want elke dag dat dit langer duurt is wel een dag minder van een gelukkige toekomst van onze kinderen. En dat willen wij niet. Wij willen gewoon dat dit stopt, zodat we allemaal door kunnen gaan. Onze kinderen zien ons natuurlijk ook. Die zien ons vechten, die kijken ook naar debat hoor. Ineens zijn er heel veel kinderen geïnteresseerd in de politiek. Maar die vragen zich ook af van, wanneer stopt het nou? Moeten ze weer allemaal daar staan en praten? En ja, we doen het voor onze kinderen. En ergens natuurlijk ook een beetje voor onszelf, want we willen natuurlijk gewoon verder. En er zijn nog zoveel mensen die gewoon nog wachten. Kijk, wij zijn gedeeltelijk uitbetaald. Maar er zijn nog genoeg mensen die gewoon nog geen droog brood kunnen kopen nu. Dus ook voor hun zijn wij hier. Mevrouw Bloemen. Ja, fijn dat jullie hier wilden zijn. Net als Bart had ik de documentaire al een keer gekeken. En wat jullie is aangedaan is natuurlijk onbeschrijfelijk. Wat jullie vertellen in de documentaire maakt dat, denk ik, meer mensen dan eerder begrepen dat het niet alleen maar gaat over schuld en over geld, maar dat het gaat over hoe je veranderd bent daardoor en wat het niet alleen met jouw leven, maar ook met het leven van je kinderen heeft gedaan. En dat is, denk ik, een last die wij allemaal moeten dragen, want als collectief heeft de staat jullie dat aangedaan. En ik hoor wat je zegt, Badriade, dat er ook in de financiële vergoeding natuurlijk dat op een andere manier zou moeten. Zelf denk ik wel eens het systeem wat mensen dit heeft aangedaan, dat kan niet hetzelfde systeem zijn wat het gaat oplossen, want dat lukt gewoon niet. Want het draait steeds in dezelfde kringetjes.
Dus ik denk dat onze opgave is, en nou ja, mensen hier aan tafel, die waren bijvoorbeeld gisteren ook bij dat debat, ik denk dat er echt iedereen op zoek is naar een manier om het, in ieder geval snel te laten weten, we staan nu wel aan jullie kant en we willen wel nu zorgen dat het op orde komt. Ik voel me een beetje bezwaard om aan jullie te vragen wat je nodig hebt, omdat ik denk, ja, dat weet je, dan moet je weer hetzelfde verhaal vertellen. Dus ik wil je feliciteren met de verjaardag van je dochter natuurlijk. En de volgende keer moet je gewoon zeggen, joh, ik kom een andere dag. Want, maar goed. Maar ik wil je toch vragen of er iets is waarvan jullie... Jullie hebben al een aantal dingen gezegd waarvan je zegt, ja, dat moeten jullie toch gewoon nu weten. Dat moet je steeds bedenken als je... Nou ja, stappen wil zetten om dit op te lossen. Wat dat nog zou kunnen zijn in aanvulling op wat jullie al hebben meegegeven. Dank jullie wel. Was meer? Ja, je wil weten wat jullie nog voor ons kunnen doen. Ik heb gisteren het debat gekeken en toen ik dat stukje over dat notaris hoorde, dacht ik, oh mijn god, 2 jaar lang zijn wij in gesprek gegaan met mevrouw Van Huffelen. Mensen hebben verteld dat ze geen eten hadden. Dat ze naar de voedselbank moesten. Dat ze met honger moesten slapen. Heeft mevrouw Van Huffelen na 2 jaar nog over notaris? Heb ik zoiets van, begrijpt ze ons wel? Ik mis dat stukje begrip. Ik denk als ze ons gaat begrijpen... dat het proces ook makkelijker en sneller gaat. Want wij komen wel met oplossingen. Wij komen met oplossingen. Ik weet dat er in de Kamer mensen zijn die met oplossingen komen... Ja, doe het dan samen. Vraag om hulp en om input. En financiële compensatie. Bij 3 heeft het heel goed uitgelegd. Gewoon snel financiële compensatie. Binnen een jaar is iedereen geholpen. Ik denk dat je ons ook nooit meer gaat zien. Mevrouw Ouwehand. Ja, dank jullie wel voor jullie kracht en moed. Want ik denk dat... Wat jullie zojuist schetsen, we willen hier niet zijn. Ik wil gewoon de verjaardag van mijn dochter. Ik wil dat het voorbij is. En tegelijk zijn er zoveel andere mensen nog... die nog niet het begin van hulp hebben gehad. En ik voel een beetje, jullie doen het voor hen ook. Ondanks dat je gewoon klaar ermee. Ik wil weer weg. Dus dank daarvoor. En ik ben ook echt geraakt door wat jij zo goed zei. En Nasmia, volgens mij is het gewoon een martelgang. Moeten we dat met elkaar erkennen? Dat er staat zoveel mensen... Hij heeft gemarteld en dat het nog steeds doorgaat. Dus dank voor jullie moed en jullie kracht om hier wel te komen. Omdat het nog niet is opgelost voor zoveel mensen. En de vraag die ik zou willen stellen, want ik begrijp heel goed dat jij, Badria, zegt... een compensatie en dan ga ik het zelf oplossen. Want ik wil niks meer te maken hebben met welke instantie dan ook. Ik vroeg me af, denken jullie dat dat voor iedereen zo geldt? Want in de documentaire hoor ik jou, Deria, zeggen, ja, ik heb hulp nodig... Dus welke vorm zouden jullie aanraden? Of moeten we gewoon per persoon kijken? Is dat de oproep? Want ik kan me ook voorstellen dat andere mensen zeggen... Nou, ik heb liever dat ik een hulpverlener krijg. Dat die me even op weg helpt. En ik hoor jou zeggen, Badria, weg ermee. Doe dit bedrag en ik ga het zelf oplossen. Hebben jullie een gevoel van hoe dat bij al die verschillende mensen ligt? Badria, misschien wil derde ook nog wat over zeggen. Ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om zo'n ongekend groot schandaal recht te zetten. Dat begrijp ik. En er zijn nu 47.000 aanmeldingen. Ik snap echt dat ontzettend moeilijk is. Maar er moet wel een basis komen eindelijk een keer. Bijvoorbeeld door te zeggen, inderdaad, er is een groep ouders die zegt... Ik wil bijvoorbeeld een dagbehandeling of de wasstraat, zoals ze dat zo'n leuke naam hebben gegeven. Als je daarvoor kiest, dan doe je dat. Is dat niet voldoende, dan vraag je extra hulp, misschien psychische hulp. Er zijn mensen die hulp nodig hebben met het vinden van een baan. Er zijn mensen die een huis moeten hebben. Dus je kunt ze ook verdelen in een soort van categorieën, denk ik. Maar dan begin je tenminste ergens mee.
Want nu is het nog een wirwar voor ons ouders ook. En ik denk voor de dienst zelf ook. Want volgens mij weet iedereen niet wat ze aan het doen zijn. Als wij 3 keer per dag bellen, horen we 3 verschillende verhalen van de Belastingdienst. Het is ook echt zielig voor die mensen die ons te woord moeten staan. Die zijn ook helemaal van het padje. Die weten ook niet meer wat ze moeten zeggen, hoe ze ons moeten helpen. Iedereen lijkt wel in de war. Het is zo'n grote chaos. En dat is echt verbazend, want toen wij begonnen, ik kwam er ietsje later bij, de groep was al gevormd en ze waren al begonnen, deze strijders met strijden. Ik ben er iets later bij gekomen, maar toen leek het nog alsof we met een paar waren. Ik bedoel, ik dacht jarenlang dat ik alleen was. Later kwam ik erachter dat we met een 50-tal zijn. Toen werden het er een paar 100. Toen kwam die geniale katshuisregeling. En daarna is het één grote... De dag van die aankondiging van de katshuisregeling, ik heb 100 telefoontjes gehad. Ik denk dat ik ook gedupeerde ben. Ik denk het ook. Ik ook. Al mijn buren gingen zich aanmelden. Ik dacht, hè, wat zijn er veel gedupeerden ineens? Ik was al die jaren, dacht ik, dat ik het alleen deed. Dus eigenlijk is het zo chaotisch geworden. En ik heb echt, mensen vinden mij soms een beetje raar, maar ik heb ook altijd echt te doen met de mensen die het op moeten lossen. Want als ik dan kijk naar zo'n mevrouw van Huffelen, zoals gisteren, dan denk ik echt van, jij gaat het echt nooit kunnen oplossen. Gewoon nooit. Ook niet in 100 jaar. Op deze manier gaat niemand het kunnen oplossen. Dus inderdaad, de een is zijn huis kwijt, de ander is zijn kind kwijt, een ander is helemaal psychisch geworden, de ander is lichamelijk ziek. Er zijn zoveel gedupeerden en zoveel verhalen. U zou eens eigenlijk voor gewoon zomaar eens moeten praten met haar gedupeerden, om een beeld te krijgen bij wat voor een ongekend schandaal, ja, drama dit is. Dus wij weten het ook niet. En dat vind ik ook altijd zo grappig, dat er aan ons wordt gevraagd. Dan wordt er een ouderpanel opgericht en die mensen doen heel hard hun best. Maar een gedupeerde ouder heeft het eigenlijk al zwaar. En die moet dan ook nog voor heel veel andere ouders met plannen komen. Zijn wij daar de aangewezen persoon voor om met een plan te komen van aanpak? Hebben wij daar geen topambtenaren voor in ons land dan? Die mensen die we vertrouwen en die ervoor geleerd hebben, zouden zij niet die plannen moeten maken voor ons? En zouden wij niet nu moeten denken van, hè, er komt herstel. Ik kan even achteruit leunen. Maar het tegenovergestelde is waar, echt waar. Sinds alles uitgekomen is, sinds ongekend onrecht, is ons leven alleen maar, het staat helemaal op zijn kop. Dus wij weten het ook niet. Maar ja, sommige ouders die zeggen, ik wil mijn geld en ik sluit mijn dossier. Prima, doe dat. Begin daar tenminste eens mee dan. Maak eens een begin. Want waar staan we nu? Wij weten het niet. Dat is meer. Nou, een paar jaar geleden, toen wij fraudeurs waren, hebben ze wel alles afgepakt wat ze konden afpakken. Hè? Onze eer, kinderen, huis, werk. En nu heb ik zoiets van, nou, geef nou alles wat je kan geven. Dus ook de gemeentelijke hulp, ook de psychische hulp, maar ook mijn materiële schade. Ook mijn financiële schade wil ik terug. Toen heb je alles afgepakt en nu heb ik zoiets van, geef me alles terug. Ik wil alles wat ik kan krijgen. Misschien ben ik veel hebzuchtig, maar dat waren jullie ook. Jeanette. Ja, ik wil er nog iets kleins aan toevoegen. Wij worden eigenlijk, heel veel ouders worden heel vaak gevraagd naar wat is de oplossing. En wat ik echt persoonlijk, en ik denk met mij eigenlijk heel veel anderen, ook wel echt mega erg vinden, is dat wij bieden de oplossing. En dan worden er allerlei mensen ingevlogen, hè, die dat maar even gaan uitvoeren. Maar er zit een heel groot salaris aan vast. En wij moeten nog steeds bellen en smeken om ons eigen geld. En dat is gewoon zo belachelijk. En daarom ben ik het dus ook gewoon met Badria eens. Die dagvergoeding. En weet je, we zoeken het allemaal zelf wel uit. De meeste ouders die hebben helaas in de tussentijd niet alleen te maken gehad met de Belastingdienst. Maar bij het UWV liggen dezelfde problemen. In de jeugdzorg liggen dezelfde. Die hebben echt nog wel een hele strijd te gaan. Dus weet je, laten we alvast even dit hoofdstuk afsluiten en dan kunnen we verder. Mevrouw Simons. Dank u wel, mevrouw Marijnissen, ook voor het organiseren van deze bijeenkomst. Hoewel ik er met gemengde gevoelens zit, want ik kan me zo voorstellen dat je als ouder
niet elke keer die vernedering wil doorstaan om opnieuw je verhaal te vertellen. Medelijden is... Het is niet fijn om dat te ontvangen. Dat in zichzelf is al onterend. En ik vraag me vaak af waarom ik zo ontzettend emotioneel reageer op dit schandaal. En ik denk dat dat komt omdat ieder mens vele identiteiten bij zich draagt. En die van het ouderschap is misschien wel de meest kwetsbare. Als ouder kun je het bijna nooit goed doen. En als je dan ook nog in de schoenen wordt geschoven dat je het niet goed doet. En elke keer, hoezeer je ook wil bewijzen dat je het goed doet, daarin wordt afgestraft. Ik denk dat dat het level is waarop ik resoneer met jullie. Alle vijf moeders in dit geval. En dat daar mijn emotie vandaan komt. Ik heb jullie ook niets te vragen. Ik hoef niets meer te weten. Ik weet al te veel. En in dit huis maken we er gewoonte van om netjes met elkaar te praten. Tenminste de meeste van ons. En dat maakt dat ik niet echt kan zeggen wat ik wil zeggen. En ik kan net als mijn medekamerleden geen beloftes doen waarvan het systeem zal laten zien dat we ze niet kunnen waarmaken. Dus het enige wat ik heb is excuses voor het feit dat je leeft in een land waar dit gebeurd is, waarin er op deze manier wordt omgegaan met het zoeken naar oplossingen. En Derya, je zei dat je zoveel haat voelt van binnen. En daar heb je alle recht toe. Ik heb er alle begrip voor. En ik weet ook dat dat niet is wat je wil voelen. Geen mens wil dat. Ikzelf kan alleen zeggen dat ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat, en niet ik, alleen ik, hè, maar ik kan alleen namens mezelf spreken, om dat wat wel mogelijk is mogelijk te maken. En wat mij betreft, whatever it takes, however long it takes, maar dit gaat niet hier eindigen. Schaamte, maar ook dankbaarheid. Dat jullie de moed hebben, kracht hebben om het jezelf elke keer weer aan te doen. Om je mond open te doen op momenten dat niemand wil luisteren. En één ding wil ik dat jullie weten. Ik zeg het niet als Kamerlid. Ik zeg het niet eens als vrouw. Ik zeg het als moeder. Er is niets, maar dan ook niets wat jullie gedaan hebben. Dat weten jullie ook al. Waardoor je dit verdient. Maar ik ben ervan overtuigd dat jullie kinderen, al jullie kinderen, op enig moment zullen zeggen, mam, dan ben ik trots op jou. En dank je wel. Dank je wel. Meneer Dassen. Ja, ik kan me natuurlijk alleen maar aansluiten bij de woorden van Sylvana. Ik vind het krachtig van jullie dat jullie hier zijn, wederom. Dat jullie deze documentaire hebben gemaakt, waarin jullie uitspreken over de haat, maar de vernedering. Maar vooral ook de strijd voor jullie kinderen. Je voelt het ongemak bij mij, maar ook bij mijn collega's. De ongemak. Omdat eigenlijk alleen maar excuses op zijn plaats is. En ja, jullie geven heel duidelijk aan wat jullie willen, wat jullie verwachtingen zijn. En het ongemak zit er bij mij heel erg in dat wij dat niet leveren. Vooral ook de strijd voor jullie kinderen en wat jullie ook schetsen, de schade die zij hebben geleden en ja, hoe we dat ook voor de lange termijn kunnen oplossen, zal heel moeilijk worden. Dat is waardeloos natuurlijk van de kant van de staat.
Wat jullie ook schetsten in de documentaire is dat, en daar schrok ik ook wel van, is dat er werd gezegd van dat in de samenleving steeds meer het gevoel begint te ontstaan van ja, nu kennen we het wel. En dat vond ik eigenlijk heel pijnlijk, omdat dit nog lang niet klaar is. En, voor jullie en voor jullie kinderen. En ik vroeg me eigenlijk heel bazaal af van hoe deze documentaire ook jullie omgeving beïnvloedt in een wellicht wat positievere manier. Dat het laat zien de enorme onrecht wat jullie is aangedaan. En verder, ja, zijn jullie volgens mij heel duidelijk. Jeanette, ja, tuurlijk. Nou ja, ik zeg nu zo ongeveer al anderhalf jaar lang, als ik nog één keer hoor dat ik een sterke vrouw ben, dan... Nee. Ik wil graag, en ik denk dat ik dan ook spreek namens elke gedupeerde, ik wil graag weer gewoon Jeanette zijn. Niet alleen die sterke vrouw. Hè? En als je dan kijkt wat mensen om ons heen erover zeggen. We worden ineens allemaal zielig gevonden. Nasmir die vertelde dat vanmiddag ook. Op school, de juf die je dan eigenlijk heel zielig vindt. Dus, maar dat zijn we niet. We zijn die sterke vrouwen. Maar het beeld, ja, we willen graag weer gewoon onszelf zijn. En that's it, dat is het enige wat we willen. Meer niet. Toch? Mevrouw van Dijk. Ja, we doen in principe één, maar als er een... Mag dat zeker natuurlijk. Ja, ik wil wel wat zeggen. Heel graag zelfs. Ik heb ontzettend veel bewondering voor jullie komst. En voor het feit dat jullie... niet alleen voor jezelf aan het strijden bent, maar ook voor anderen. Dat vind ik heel krachtig. En ik vind het heel knap dat jullie ook vanuit dat diepe verdriet wat ik voel, dat jullie dat ook weten om te zetten in kracht die je, en positieve energie die je gebruikt om voor anderen in te zetten. Ik ga nu misschien iets heel persoonlijks zeggen wat ik eigenlijk niet van plan was, maar ik ga het wel doen. Ik heb als kind niet meegemaakt wat jullie kinderen hebben meegemaakt. Maar ik heb wel dingen meegemaakt die... die ook verschrikkelijk waren. En waarin mijn moeder, en dat zijn jullie ook, jullie zijn moeders, ook er voor een heel groot deel alleen voor stond. En mijn moeder die deed ook wat jullie doen als moeders. Namelijk het beste voor je kind. En mijn moeder dacht ook altijd van ik heb gefaald. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik kijk erop terug. En ook ik heb twee broertjes, die kijken er ook op terug. En op die tijd. En we hebben ontzettend veel waardering en respect voor onze moeder gekregen. Ik heb geen vraag, alleen dat wil ik jullie even meegeven. Ik gun dat jullie ook. Dank u wel. Mevrouw van Dijk. Dank u wel. Ik ben niet zo goed in woorden als Sylvana. Ik ben een half jaar geleden hier begonnen in de Kamer. En ik ben een heel stuk minder naïef geworden. Ik heb me regelmatig kapot geschaamd voor de dingen die gebeuren. En ook wel gewoon wanhopig gevoeld dat ik nou niet in het debat de oplossing op tafel kan leggen. Waarvan die ouders aan de andere kant kunnen zuchten en denken, haha, eindelijk iemand die ons echt kan helpen. En dat gevoel, ja, zou ik, en ik weet hier iedereen, want we spreken natuurlijk best wel veel met elkaar, jullie zo graag willen geven.
Dus het enige wat ik jullie eigenlijk wil zeggen is van dankjewel dat jullie toch deze vernedering nog een keer voor ons hebben willen doen. En ik snap dat jullie het misschien helemaal niet meer geloven, maar ik weet dat er hier heel veel collega's zitten en ik schaam mezelf er ook onder die echt willen dat opgelost wordt en die echt willen dat jullie een punt kunnen zetten op een gegeven moment. En het enige wat ik jullie eigenlijk zou willen vragen, maar toen ik even vol te houden, al snap ik dat dat een hele heftige vraag is. Als iemand van jullie wilt reageren, dan trekken jullie wel aan de bel, hè? Badria? Hoe lang nog? Moet ik erop reageren? Of, ja, ik denk dat iedereen hier graag het liefst tegen jullie zou zeggen, dan staat er een punt achter. En dat is ook wel, is oprecht wel de worsteling die wij voelen. Gaan we jullie een datum geven die we niet na gaan komen, dat we jullie weer teleurstellen? Kijk, gisteren hebben we een debat gehad en ik denk dat iedereen van ons weg is gelopen met het gevoel van, ja, en nu, en nu. En we voelen allemaal dat er wel nu het momentum aan het komen is, dat er wel echt het perspectief geboden moet worden voor jullie, waar jullie gewoon zoveel recht op hebben. Ik kan jullie geen datum geven. Het enige wat ik jullie wel kan beloven, maar dat praat ik vanuit mezelf, is dat ik met mijn collega's wel ga proberen om die datum zo snel mogelijk te laten zijn. Dankjewel voor je antwoord. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren, ga ik gewoon eerlijk zeggen. Maar ik waardeer wel dat jullie je best doen. Alleen zet er wat meer druk achter, weet je wel. Ga samen staan en douw moties er doorheen. Of doe wat moet gebeuren. Dit is het grootste schandaal van Nederland, volgens mij. Dus in deze afgelopen jaren. Hè? Trek gewoon dat boetekleed aan en laat alsjeblieft meneer Rutte, Hoekstra, Huffelen dit oplossen. En heel snel gewoon. Jullie zijn de mensen van hun partijen. Praat met hun. Want ze zijn hier niet vanavond. Ze kijken niet naar de docu. Het had ze heel erg gesierd als ze hier vandaag aan tafel hadden gezeten en ons te woord hadden gestaan. Stijn, wil jij iets zeggen? Zag ik dat goed? Ja. Nou, ik wilde eigenlijk ergens anders op ingaan, maar... Kijk. Noël heeft vandaag weer moeten bellen met de particuliere schuldeiser. Die levert gewoon weer de brief in, vandaag, op de deurmat. Dit is nog steeds gaande. Anderhalf week geleden, 25 september, heeft een andere gedupeerde een dwangbevel gekregen. Een dwangbevel. Schuldeiser, de gemeente. Ja, sorry. Jullie moeten misschien ook gewoon radicaal pushen. Al die particuliere schuldeisers, die moeten zich bij jullie melden. Die ouders moeten zo snel mogelijk met rust gelaten worden. Die moeten niemand meer moeten bellen. Die moeten niks meer moeten oplossen. Die moeten de komende 10 jaar door geen enkele instantie gebeld moeten worden. Dat is wat er moet gebeuren. En dan ook nog iets, bewindvoering. Pardon. Er is een mevrouw in Rotterdam, ik weet niet of ze kijkt, die heeft een aardige som geld gehad waarmee ze haar leven weer opnieuw kan beginnen. 1 december heeft zij een nieuw huisje. Wat is nou het geval? Dat geld is naar de boedelrekening gegaan. Beheerd door de bewindvoerder. Die bewindvoerder geeft haar geen toegang tot dat geld. Vorige week heeft zij haar zoon, omdat zij zelf nauwelijks meer kon lopen, heeft zij haar zoon naar de rechtbank moeten sturen om een brief daar neer te leggen. Omdat er een zitting komt, omdat die bewindvoering maar niet gewoon wil stoppen. Terwijl zij is zo dichtbij, zij heeft geen schulden meer, zij kan bijna een nieuw leven beginnen. Gaan we haar dat nou nog afnemen? Gaan we haar dat nou nog afnemen? Mevrouw Kat.
Dank. Ik ben op zoek naar de juiste woorden. En ik realiseer me ook dat ik misschien helemaal niet de juiste woorden kan geven en zeggen. Ik heb de documentaire meerdere keren gezien. En nu ook weer. Maar overstaan overeind. Ik voel, ik zie ook. Niet alleen de kracht die jullie hebben, maar ook gewoon echt de boosheid. En terecht. Geen geloof. Begrijp ik. Maar alles wat ik zeg zal waarschijnlijk niks betekenen voor jullie. Maar ik voel wel als mens, ik ben zelf geen moeder. Maar toen ik hoorde over dat je als dochter niet wil falen in de ogen van je vader. Dat kwam bij mij heel erg binnen. Maar ook dat je als mens het beste voor je eigen omgeving wil betekenen en daarvoor wil zijn, dat dat niet kan. Dat herken ik heel erg. Maar ik sta niet in jullie schoenen. Dus ik kan nooit één op één die emotie echt begrijpen. Maar ik voel me als Kamerlid, als nieuw Kamerlid, ontzettend verantwoordelijk om een einde aan deze ellende voor elkaar te krijgen. En ik heb een aantal dingen gehoord en gisteren hebben we inderdaad een debat gehad over wat zijn nou de mogelijke oplossingen. Een vergoeding per dag. Gisteren heb ik 2 ouders gesproken, die hadden het over een vergoeding per jaar. Maar ik hoor jullie ook zeggen over maatwerk, dat sommigen hebben inderdaad een huis nodig, een ander ondersteuning voor het kind. Inderdaad op school, jeugdzorg. Want wanneer komen die kinderen dan terug? Dat zijn echt terechte verzoeken waar wij als overheid aan moeten helpen en moeten oplossen. En daar wil ik absoluut gaan werken. En ik voel me, zoals gezegd, verantwoordelijk om dit kamerbreed, unaniem, alle partijen handen ineen te slaan om dit voor elkaar te krijgen. Ik wil niet dat dit nog maanden gaat duren. En ik ben, de heer Itzinga, ja, u had helemaal ook zelf, ik ben onder de indruk van de kwetsbaarheid van de Kamerleden die hier zitten. Wij kennen elkaar ook niet zo heel lang. En dit soort momenten maken ook, hopelijk geven ons ook meer inzicht in de mens achter de politicus. Waarom we eigenlijk überhaupt in de politiek zijn gekomen. En waarom wij voor onze mensen, de inwoners, het beste willen geven en een echt toekomstperspectief voor het leven. En zeker voor de kinderen. Want het kan niet zo zijn dat deze kinderen vervolgens slechter aan toe gaan door het leven gaan. Zij verdienen gewoon een betere kans op een goede baan, goed onderwijs, verder te komen. Alles eigenlijk wat jullie ook ontnomen is als ouder om het beste te geven, inderdaad die rijbewijs, te sparen voor die auto en voor dat huisje, de boedel. Dat je je kinderen alles kunt geven wat ze nodig hebben om verder te komen in het leven. En dat, daar wil ik echt keihard voor vechten. En ik voel ook bij andere partijen, mevrouw Simons heeft, ik vind sowieso dat ze prachtig altijd spreekt. Ook vanuit echt van haar hart en kracht. En ik sluit me daar ontzettend bij aan. En ik hoop echt dat wij met elkaar die kracht kunnen vinden om het samen te doen. En ik heb geen specifieke vragen voor jullie. Maar dit is wat ik wilde zeggen. Meneer Mulder. Ja, ik hoor dat er veel naar de debatten wordt gekeken. Rond de tafels en zo. Dan hebben jullie ook wel eens gezien dat zeg maar, het laatste Kamerlid... Dat zegt dan altijd dat er heel veel gezegd is, heel veel gevraagd is en dat hij zich daar een beetje bij aansluit. Maar laat ik heel eerlijk zijn, ook al had ik op de plek van Bart gezeten, had ik ook geen vraag gehad. Het voelt ongemakkelijk, denk ik, voor de meeste Kamerleden. Ook omdat jullie gewoon een meer dan dramatische tijd hebben gehad, echt een kuttijd. Ze hebben gezold met jullie levens. En wij hebben als Kamerleden natuurlijk, in vergelijking daarmee,
een hartstikke mooi leven. En dat ligt zo ver uit elkaar en dan komt het hier en zeker... Het is niet mijn favoriete omroep, maar het is gewoon, jullie hebben een geweldig, mag je dat zeggen, product neergezet. En ik hoor jullie, dus ik heb geen vraag, maar wel misschien een opmerking, want ik heb een aantal horen zeggen en dat begrijp ik ook klaar mee en het is genoeg geweest. Toch is het heel gaaf en goed dat jullie dit gemaakt hebben, want ik denk dat het helpt bij het begrip bij andere burgers. En ik hoor het ook om me eens van, joh, het is toch opgelost, ze krijgen 30.000, dus dit helpt heel erg. En het helpt denk ik de Kamerleden hier, mij in ieder geval. Want ik moet ook eerlijk toegeven, als je 20, 30 debatten doet, dan komen dezelfde begrippen steeds voorbij. En het wordt ook een beetje sleets. En door dit soort indrukken, dit helpt wel om ook te zorgen dat deze commissie strijdbaar blijft. Dus ik denk dat jullie heel goed eraan gedaan hebben dit te maken. Mijn complimenten. Stijn, misschien dan even een vraag die ik ook nog wel heb aan jou. Want terecht de complimenten voor de documentaire en goed dat dit gemaakt is. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, het was er niet geweest als jij niet had gezegd, ik huur een plek en ik zet mijn camera neer en ik ga het maken. Toch? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik was eigenlijk een film aan het ontwikkelen, ook over hetzelfde onderwerp. Maar dat schoot mij niet op. En toen zag ik wat hier allemaal aan het gebeuren was in Den Haag. En toen dacht ik, we moeten deze mensen in de ogen kijken. En dat de NPO heeft gezegd, wij gaan het om 8:30 uitzenden. De avond voor Prinsjesdag. Ja, dat is ook echt respect. Dus als maker in die zin ben ik ook echt dankbaar. En ja. Patria. Ja, ik heb nog wel een paar dingen te zeggen. Dankjewel in ieder geval voor jullie lieve woorden. Dat waardeer ik zeker. Wel jammer dat er zo weinig vragen zijn gesteld, aangezien we hier toch wel zijn gekomen om vragen te beantwoorden. wat ik wel wil meegeven, ook aan jullie nog Kamerleden. Heel veel mensen kunnen niet afsluiten ook. Ik kan niet door naar een commissie werkelijke schade. Ik heb geen dossier van de Belastingdienst gekregen. Pieter Omtzigt heeft het gisteren heel mooi aangegeven. Zolang wij die dossiers hebben, kunnen we niks afsluiten. Dus ik wil ook aan jullie meegeven. Haal onze dossiers tevoorschijn. Dwing dat af. Want ik sta nu al stil sinds vorig jaar december. En ik weet met mij nog honderden ouders die in hetzelfde zitten. Die dossiers zijn zo belangrijk, want daar staat de waarheid in. Geef ze niet de mogelijkheid nog om dingen te verdoezelen, anders te maken. En als er 9000 zijn vernietigd, laat die 9000 mensen dan weten dat hun dossier is vernietigd. Want dan hoeven we ook niet meer die strijd aan te gaan van is het er wel, is het er niet. Ik moet maandag teruggebeld worden door een belastingmedewerker, team nazorg. Ik kreeg nog even te horen dat zij dan niet degene was die mij terugbelde, want zij was gepromoveerd tot een betere baan binnen de Belastingdienst. Maar dat was wel jammer voor mij, maar voor haar heel erg goed. Dus het stukje empathie wat we ook bij de koning hebben neergelegd. Zet daar alsjeblieft bekwame mensen. Want ik heb niks aan meisjes van 21 die net van het ROC afkomen en mij te woord moeten staan, die geen moeder zijn. Eigenlijk niks weten. En dan zien we ook nog in de media dat mensen daar 200.000 euro verdienen per jaar. Die zich hebben opgeklommen. Zorg alsjeblieft voor mijn dossier dat ik kan sluiten. En met mij nog honderden. En nogmaals bedankt voor jullie tijd ook. En voor jullie lieve woorden. Jeannette, jij moest ook weer de moed bij elkaar rapen om weer vanavond hier te zijn. Voor de zoveelste keer in de Tweede Kamer. Je hebt naar alle Kamerleden gehoord. Wat hoop jij in ieder geval dat vanavond nog extra bereikt hebt op al die dingen die je ook al hebt gedaan, hè? Al die keren dat je verhaal op tv hebt verteld, medewerking aan de documentaire, al die keren dat je ook al hier bent geweest. Wat verwacht jij daarvan? Dat iedereen vanaf morgen echt keihard gaat werken om ervoor te zorgen dat dit in december gewoon afgelopen is. Dat wij gewoon met z'n allen 2022 gewoon fresh kunnen beginnen. En wat ik ook nog even heel erg belangrijk vind om te zeggen, want wij zijn allemaal gedupeerd door de kinderopvangtoeslag, maar er zijn ook nog mensen die nog wachten, die gedupeerd zijn door de huurtoeslag of door andere toeslagen. Want het lijkt nu alsof die een beetje vergeten worden en ook hun
verdienen het om zo snel mogelijk gewoon weer hun leven op te moeten bouwen. Want wij hebben ook onze toeslagen in moeten leveren, de overige toeslagen. En ik vind het heel erg eng dat ik straks, als ik dit heb afgerond, dat ik weer die molen in ga moeten voor de overige toeslagen. Dat wil ik echt niet. En dat wil niemand van ons. Dus alsjeblieft, zorg ervoor 2022 dat wij weer gewoon Badria, Jeanette, Nazmia, Derya en Noël kunnen zijn. Alsjeblieft. Nazmia, heb jij nog iets aan het eind van de avond wat jij graag vanavond ook tegen de Kamerleden wilt zeggen? Wat net als Jeanette, schiet een beetje op, alsjeblieft. Herenig de kinderen met de ouders. Dus ik heb het geluk gehad dat ik mijn kinderen nog steeds onder mijn dak heb. Dat ik mijn partner naast me heb. Maar er zijn nog steeds kinderen die zonder mama slapen. Alsjeblieft, herenig de kinderen met moeders. Dankjewel. Derya, wil jij nog tot slot hier iets over zeggen? Ja. Bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal. En ik wil niet heel pessimistisch doen, maar ik heb er geen vertrouwen in dat dingen opgelost gaan worden. Zeker niet voor kerst. De komende jaren denk ik zelfs eigenlijk niet. Ik ben alle vertrouwen kwijt, sorry. Ik probeer elke dag op te staan en ik lever echt elke dag een strijd met mijn innerlijke zelf. Dat is echt zo, dat moeten jullie weten. Ik vind het ook heel pijnlijk om hier te zitten. Ik vind het niet leuk om hier te zitten. Ik vind eigenlijk niks meer leuk aan deze oneerlijke strijd. Het is een oneerlijke strijd. Ik vecht tegen ongekend onrecht. En dat gaat me heel zwaar af. Ik vind niks leuk, jongens, eerlijk gezegd. Ik vind het niet leuk om die film te zien. Ik vind het niet leuk om hier te zitten. Ik vind helemaal niets meer leuk. En ik denk dat het goed is om dat eerlijk te zeggen. Want ik kan wel zeggen, leuk dat we hier zijn en bedankt allemaal. Ik vind het heel erg uitzichtloos. Ik krijg eigenlijk elke dag wel een keer een bericht binnen. Wat me choqueert en wat mijn levensvreugde afneemt, afpakt. Ik ben gewoon niet gelukkig meer. Ik kan niet meer blij spelen. Ik kan niet meer. Ik ben echt best wel strijdvaardig hoor. Als ik ergens naartoe moet, dan ga ik. En als iemand wat vraagt aan me, dan help ik. En ik ren en ik vlieg en ik werk. Ik heb twee kinderen. Ik doe ook alles wat ook deze moeders, wat iedereen allemaal doet. Maar ik heb geen vertrouwen in mensen. Ik heb geen vertrouwen in mijn overheid. Ik ben gewoon al het vertrouwen kwijt. En ik heb het daar heel erg moeilijk mee. Vooral ook omdat ik heel veel geconfronteerd word met mijn uitspraken. Ik heb na de docu, wij hebben allemaal heel veel reacties gekregen. Ik heb echt heel veel reacties gekregen op het stukje waar ik uitschoot, wat eigenlijk nog best wel bijgeknipt is. Dus ik vond het zelf best nog wel netjes. maar ook na de koning heb ik ook van alles gezegd. Er zijn heel veel mensen die boos op me zijn, die het niet begrijpen. En ik begrijp mezelf soms ook niet meer, want de ene dag word ik wakker en dan denk ik, ik hou van Holland, ik hou van thuis, ik ben lekker thuis. En de volgende dag word ik wakker en dan denk ik, ik haat dit land. Ik haat iedereen erin. Dus het is een tweestrijd. En ik doe snel uitspraken. Dus ik probeer vandaag niet te veel te zeggen. En dat ik graag verder wil met mijn leven. Met frisse moed. Want ze hadden me zoveel beloofd. Een snelle compensatie, zei meneer Snel. Mevrouw Van Huffelen kwam. Ik dacht, een nieuw frisse wind. Het komt goed met ons. En daarna is er zoveel. Ik bedoel, elke week is er wel een ander drama, schandaal, wat hieraan toegevoegd wordt, rapporten, van alles. En toen dacht ik echt dat dat herstel kwam, dus ik was heel positief. En van de week belde die krant me op en die zei, we horen jou in de documentaire zeggen dat je iedereen haat en dat iedereen dood mag vallen. Hoe kan dat? Jij had ze toch vergeven? En dan heb ik het gevoel, ik heb weer opnieuw een interview gedaan met ze en ik voelde me heel ongemakkelijk. Ik dacht,
Ben ik nou zo'n labiele persoon geworden die vandaag dit zegt en morgen dat? Want dat is mijn persoonlijkheid helemaal niet. Dus wat we eigenlijk zeggen in die film, wij zijn gevormd tot iets, echt, ik heb daar heel erg last van, wat ik niet ben. Ik was geen labiel persoon die elke dag een andere mening had. Maar ik weet het gewoon niet meer. Ik ben zelf ook gewoon in de war. Ik weet het niet meer. Ik wilde eigenlijk niet mee. Badria heeft me vandaag meegesleept. Gisteren wilde ik helemaal niet mee. Vandaag zei ik nou misschien. Vanavond zei ik oké, leuk, ik ga mee. Ik weet zelf ook niet wat me overkomt. Maar wel heel erg bedankt voor jullie tijd. En inderdaad jammer dat er een aantal mensen niet zijn. Maar dat zegt meer over hun dan over ons, denk ik. Bedankt voor jullie tijd en... Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Niks. Dankjewel, Derja. Stijn, misschien tot slot. Je hebt niet alleen de documentaire gemaakt, maar daardoor natuurlijk ook heel nauw met in ieder geval deze dames opgetrokken. Wat hoop jij dat deze avond in ieder geval brengt? Nou, kijk, gisteren was er ook heel veel gesproken over het psychologisch herstel en dit en dat, de gesprekken, de dossiers en dat ouders dat willen. Dat geloof ik ook. Maar begin nou eens met dat financiële herstel. Derja slaapt vannacht nog steeds met de particuliere schuld van een ton. Van een ton. Dat bedrijf is zelfs 3 keer bij haar thuis geweest. Om haar verhaal te horen. Oh ja, en het is zo erg voor mevrouw. En we gaan het oplossen. We gaan het kwijtschelden. En dan gaan ze weer terug naar het kantoor. En er gebeurt er niks. Er gebeurt niks. Begin nou met dat financiële herstel. Dan kunnen zij er eindelijk een punt achter zetten. En dan kunnen ze eindelijk echt beginnen met herstel. En hoe ze dat dan weer willen invullen... Alla, daar zullen verschillen tussen zijn. Maar zolang je niet begint met al die schuldeisers en die schadevergoeding... als dat niet je eerste prioriteit is, dan is al het andere is ook... ja, dat is niks, zeg maar. Dat is wat ik denk. Dankjewel. Rest mij niks anders meer voor deze avond dan in ieder geval jullie. Badria, Jeannette, Nasmia, Derja, de anonieme ouder die ook vanavond hier is en Stijn. Jullie bijzonder te bedanken voor het feit dat jullie toch weer opnieuw de moeite hebben genomen om hier vanavond naartoe te gaan. Ik dank de Kamerleden voor hun aanwezigheid, voor hun belangstelling en voor hun uitgesproken belofte... om strijd te blijven voeren die helaas zo hard nodig is. Een strijd voor gerechtigheid voor jullie. En daar wil ik het graag bij laten. Dank jullie wel.